Op golfbaan Kraaienstein wordt vandaag de Battle of the Cities gespeeld. Dat is vorig jaar zo'n vreselijk succes geworden, want we hadden 120 deelnemers met prachtig weer. Het is een golfwedstrijd tussen 55-plussers uit de Drechtsteden en de sportwethouders. Ik heb voor vandaag niet specifiek geoefend, maar heel af en toe probeer ik wel eens 9 holes te spelen. En op iedere hole moet je dan ook even putten, dus in die zin was het wel een oefening gedurende het jaar. Maar de Dordtenaren kunnen wel golven. Vorig jaar hebben ze namelijk de wedstrijd gewonnen. Gezien het feit dat ik al een paar jaar golf, zou ik eigenlijk wel de beste moeten zijn. Maar of dat vandaag ook zo is, want het blijft ook een spel waar je de ene dag wat beter kunt zijn dan de andere. De spelvorm hebben we wel veranderd. En dat betekent dat er uiteindelijk nu wat meer mogelijkheden zijn voor de teams die wat minder in aantal zijn. Want Dordrecht was vorig jaar met 12 teams toch wel sterk oververtegenwoordigd en daardoor hebben ze ook gewonnen. Welke gemeente ook wint, voor de golfvereniging is het sowieso een succes. Je kan ook eens verder denken, een stap verder en denken, nou, misschien moeten we het openzetten voor golfers in elke gemeente. En dan worden ze geïntroduceerd als lid hier en dan kunnen ze meedoen. En dat lijkt me dan voor de regio lijkt me dat helemaal top. Maar dat moeten we even allemaal eerst eens een aantal keer ervaren, een paar jaar ervaring opdoen met de organisatie in zich en het enthousiasme van de mensen. En het is groot, dus alle mogelijkheden. Misschien ook wel met dames.